Dit is onze maquette en ook onze taart. Daardoor kunnen we hem hergebruiken om door hem op te eten en dan spillen we geen papier en andere spullen. Het scoutingterrein bevat grasland, bos en watergebieden, zodat er voor alle flora en fauna een plaats is. Ook is er ruimte om te kamperen en te spelen. Tot slot hebben we 3 windmolens geplaatst, zodat we op het scoutingterrein volledig zelfvoorzienend zijn. Onze groep heet de tijdbom, omdat als we zo doorgaan met de energie verspillen, er een tijdbom wordt geplaatst onder onze toekomst.